Peter, FC Utrecht haalde in uitwedstrijden tot dusver pas 1 punt. Vooral thuis halen zij hun punten. Is het zo'n wisselvallige ploeg? Nou, het feit dat ze pas 1 punt halen kun je dan niet eens wisselvallig noemen. Nee. Dat is vrij steady, alleen niet op de manier waarop zij natuurlijk gehoopt hebben. Maar dat weet ik niet, want ik heb al die uitwedstrijden verder niet gezien. Interesseert me ook niet zoveel. Het gaat erom hoe wij het tegen hun zullen gaan doen. Ja, ik weet eigenlijk niet zoveel van de resultaat van Utrecht. Ik weet wel dat ze vorige week gewonnen hebben van Heerenveen. En het is wel iets wat je vaker ziet in de Eredivisie, dat clubs weinig punten pakken in uitwedstrijden. Ja, ik weet niet wat ik daarover kan zeggen, maar het enige waar ik aandacht aan wil besteden is eigenlijk dat we thuis spelen en dat we voor de 3 punten moeten gaan. Dat is het enige waar ik me eigenlijk op focus en niet in het bijzonder wat Utrecht heeft gedaan in de vorige uitwedstrijden. Ja, als ik aan Utrecht denk, dan denk ik vaak aan een ploeg die opportunistisch speelt, hoge ballen, veel duels, sterke jongens. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is op momenten is dat zo. Dat is een kwaliteit van hun ook. Aan de andere kant hebben ze ook jongens als Torenstra, Ayoub, Oor, die gewoon goed kunnen voetballen. Zeker ook de Ridder voorop. Dus het is niet alleen maar opportunistisch en kracht. Het is een combinatie daarvan. Is het een ploeg die vooral afwacht of ook graag zelf wil voetballen? Nou, beide wel. Het zijn op momenten dat ze achteroverleunen en vanuit de omschakeling spelen. Maar ook momenten dat ze eigenlijk heel opportunistisch spelen. En die bal met name op Moulenga leggen. Die natuurlijk kopsterk is, krachtig is. En daar met lopers als Torenstra de Ridder omheen spelen. Ze hebben wel een trainer, naar mijn mening, die wel voetbal wil brengen in de ploeg. En soms, ik heb wel een paar keer beelden gezien dat ze wel leuke aanvallen hadden. Er zit wel voetbal in hun ploeg. Maar ja, wij zijn ook een voetballend team en degene die het meeste durf heeft, zal die wedstrijd bepalen. De afgelopen week werd Ajax verslagen. Merk je dan aan jouw ploeg de afgelopen week op de trainingen dat het voor een extra stimulans, een extra kracht heeft gegeven? Ik vond dat we die weken daarvoor al met veel zelfvertrouwen speelden. Maar uit bij Ajax winnen en dan ook nog de manier waarop, dat geeft natuurlijk vertrouwen. Je moet altijd als trainer, vind ik, bewaken dat vertrouwen niet omslaat in arrogantie of minder hard werken. Want je zal juist nu harder moeten werken om dit vast te houden. Ja, het duel morgen tegen Utrecht is een bijzondere, omdat de nummers 4 worden geëerd. Di Tommaso en Bos. Heb je er iets van meegekregen? Ja, ik heb er wat over gelezen, maar persoonlijk zijn er niet mensen die ik gekend heb. Maar ik weet wel bijvoorbeeld wat Theo Bos betekend heeft hier voor de mensen van Vitesse. Hoe lang hij bij de club heeft gezeten, wat hij heeft gedaan als speler, als trainer. Dus dat soort dingen weet ik wel. Vorig jaar weet ik ook dat het tegen Utrecht was. Dat er één minuut stilte en herdenking. Toen was hij volgens mij net overleden. Wat dat betreft dan zie je wel hoeveel respect hij heeft afgedwongen bij de mensen in Arnhem en omstreken. Dat is alleen maar positief voor hem en zijn nabestaanden. We moeten gewoon veel respect opbrengen voor deze twee mensen. Ook voor David Di Tommaso natuurlijk, want die is onverwachts overleden. Was in die tijd een hele goede speler bij Utrecht. Het zijn dingen die eenmaal gebeuren in het leven. Het is niet prettig, zeker niet voor de nabestaanden. Maar ik denk dat we met z'n allen gewoon respect moeten opbrengen voor deze twee mensen. Gewoon een moment stilstaan bij ze. En dan proberen de wedstrijd goed te beginnen en winnend af te sluiten. Dat zou het beste zijn, zeker richting Theo Bos. En onze supporters en ook richting onszelf.